Maagd, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is voor week nummer 38. En dat is van maandag 16 september tot en met zondag 22 september. En de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Als ik kijk wat week 38 voor jou gaat brengen, Maagd, lijkt het een week te zijn waarin je wat tijd nodig hebt om over dingen na te denken. Het kan zijn dat er een bepaald besluit voor je wordt genomen waarbij jij het gevoel hebt dat je even pas op de plaats moet maken. Je kunt de situatie natuurlijk ook zo zien dat je de tijd hebt om over dingen na te denken over waar je misschien wel heen wilt gaan. Je lijkt het deze week wat moeilijk te vinden om je goed uit te drukken. Dus neem die tijd voor jezelf om in ieder geval goed te bevoelen of te doorgaan wat voor jou belangrijk is. Je hoeft niet altijd meteen alles naar buiten te brengen. Het mag natuurlijk wel als het je gaat helpen, maar het lijkt juist het stukje te zijn dat je dat lastig vindt. Neem dus die tijd voor jezelf en breng het pas naar buiten op het moment dat het voor jou goed voelt. En neem die rust om voor jezelf heel goed bij jezelf te komen, want dat lijkt het stukje te zijn waar de maag deze week echt veel behoefte aan heeft. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.